Hallo, ik ben Atmospheres en ik doe dit jaar Cubase Anthem en ik leid jullie vandaag een beetje door het proces hoe dat tot stand is gekomen. Het verhaal achter deze plaat, dit Anthem, is natuurlijk het is de laatste, dus ik wou er wel echt iets speciaals van maken. Dat heb ik ook geprobeerd in de melodie terug te brengen. Het is best wel een, ik wil niet zeggen verdrietige, maar meer melancholische melodie waar je toch een beetje wel afscheidsemotie in terug kunt voelen. Maar zoiets, daar stond ik wel een beetje bij stil toen ik die melodie aan het maken was. En dat vertelt voor mij het grootste verhaal. How far are you willing to go? Voor mij is Cubase een beetje underground raven. Dus ik heb geprobeerd een beetje oude Duitse, ik wil niet zeggen schrans, maar dat soort, zo'n type. Ik heb er zo'n speciale kick voor gemaakt die een beetje neigt richting de oude Duitse techno. Sorry. Hoe kan het anthem begonnen was? Ik kreeg eerst een briefing met waarop zeg maar het thema werd uitgelegd, het laatste Cubase thema. En aan de hand daarvan ben ik hier gaan zitten, ben ik een beetje gaan kijken wat voor mij het gevoel was voor Cubase. En toen ben ik eigenlijk eerst begonnen met de intro. Ik wou echt een beetje oldschool invloeden erin terugbrengen. Ik wou een keertje ook weer wat anders doen. Dus ik heb heel erg lang op sound design gezeten om er weer iets anders van te maken dan dat er normaal gedaan wordt, zeg maar. Dus zijn wel echt, een anthem is voor mij een speciaal iets. Aan deze track zijn er vereisten en bepaalde checklist waar hij aan moet voldoen voor mij. Dus er zijn wel echt dingen die ik anders doe dan met normale Atmospheres platen, zeg maar. Ik raak wel soms wel eens geïnspireerd door andere hardstyle artiesten. Daar probeer ik een beetje bij vandaan te blijven, zodat ik zelf origineel kan blijven. Maar daarbuiten luister ik veel drum en bass. En ook veel popmuziek. Gewoon om lekker frisse blik te blijven houden op de hardstyle. Hoe ik heb leren produceren is eigenlijk best wel lang geleden, eigenlijk nou voor mij denk ik volgens mij 14, 15 jaar terug. Toen introduceerde mijn vader aan vader Abraham's drumcomputer en toen ben ik eigenlijk alleen maar meer en meer gaan oefenen daarmee. Nou ja, ik vind het zeker jammer dat Cubase stopt, want het was voor mij het allereerste grote feest waar ik ooit heb mogen staan. En dat was kwam door Wild Styles, die nam me voor de eerste keer mee naar een feest. En die liep me toen meteen op de mainstage onze nieuwe plaat, What It's Like was dat toen, en een nieuwe plaat van mezelf draaien. Toen was ik zo handig bezig dat ik twee keer dezelfde plaat heb gedraaid daar. Dus het was echt een mooi debuut. Dus ik heb wel een speciale connectie met Cubase, maar waar oude dingen sneuvelen zullen nieuwe dingen opstaan. Dus.